Hallo, ik ga vandaag voor jullie deze leuke minion maken. Dit is trouwens mijn eerste filmpje. Het vorige filmpje van de cupcake was het eerste filmpje van mijn vriendin. Samen zetten wij allemaal filmpjes van Rainbow Loom op dit kanaal. Omdat ik nergens op YouTube een leuk filmpje kon vinden over hoe je zo'n minion maakt, heb ik er samen met mijn vriendin zelf één ontworpen. Het is niet moeilijk om te maken. Maar als je gewoon meedoet met wat ik ook doe, dan komt het allemaal goed. Dus veel succes. Voor deze minion heb je je Rainbow Loom nodig. Haaknaald. En gele, blauwe, zwarte en witte elastiekjes. Ik zal uiteindelijk ook nog een doorzichtig elastiekje gebruiken. Maar zelf kan je daar natuurlijk ook gewoon een gele voor gebruiken. Omdat die je makkelijker weg kan stoppen. Net als het doorzichtig elastiekje. We werken de hele tijd met twee elastiekjes. Eerst plaats ik hier zo twee elastiekjes. Daarna zo. En ik werk met één hand, omdat het doordat ik aan het filmen ben moeilijker is om met twee handen te werken. Dan gaan we met aan de rechterkant gaan we naar boven. Twee keer. Dat doen we ook aan de andere kant. Dus door moet je alles wel goed naar beneden drukken, omdat er later meer elastiekjes opkomen. Nu gaan we van deze linkerkant naar het midden. En dat doen we ook bij de rechterkant. Nu gaan we vanaf onder in het midden gaan we naar boven hierheen. Als het goed is, heb je nu dit. Nu gaan we met blauw vanaf de linkerkant naar boven. Eén keer. Doen we aan de rechterkant, doen we dat ook. Dan gaan we met geel aan de linkerkant met twee elastiekjes weer één naar boven. Dat doen we ook aan de rechterkant. Dan gaan we in het midden vier keer naar voren. Oftewel naar boven. 1. 2. Dan heb je nu dit. Om alles even duidelijker te maken. Hier komt het hoofd. Dit wordt het hoofd. Dit. Hier komt het broekje. En hier komen de armpjes. Nu gaan we met blauw van bij rechts 1, 2 keer naar boven. En weet je wat heel toevallig is? Dat doen we ook aan de linkerkant. Dan gaan we nu verder met de beentjes. Daarvoor gebruiken we zwart. We gaan twee keer
naar boven. Aan de rechter en linkerkant. Het elastiekje werkt niet helemaal mee. Zo. Nu hebben we de benen, het broekje, het deel van de armpjes en het hoofd. Nu hoeven er alleen nog de armen gemaakt te worden en de ogen. We beginnen met de ogen. En daarvoor pakken wij één zwart elastiekje. Eén, twee, drie, vier keer op onze haaknaald plaatsen. Daarna pakken we een wit elastiekje. En aan elke kant doen we twee lusjes. Dus aan deze kant één, twee, drie, vier. Ik heb in totaal vier witte lusjes. Maar aan elke kant doen we er twee van de zwarte elastiekje. Dan pakken we één enkel zwart elastiekje. Zetten we aan het einde van onze haaknaald en we schuiven dit er overheen. Dat gaat meestal niet in één keer goed. Dus daarvoor doen we dit even met onze nagels. Per keer dus eerst de twee witte. En die zetten we er zo op, dat je nu het oogje hebt. Later kan je dit oogje wel beter maken. Dit zetten we op deze twee pinnetjes, deze twee. 1. We gaan even naar de ogen kijken. Zitten niet helemaal goed. Moeten eerst een beetje naar het midden geplaatst worden. En een beetje gedraaid. Maar zo zit hij op zich wel goed. Nu gaan we de armpjes maken. Daarvoor pakken we één enkel zwart elastiekje. Die we drie keer op onze haak gaan zetten. 1, 2, 3. Dan pakken we één enkel geel elastiekje. Ik leg even de haaknaald hier neer. Pakken we het geel elastiekje, die draaien we rond. Zetten we zo op onze vingers. Dat je een dubbel gevouwen elastiekje hebt. Zetten we op het eind van onze haaknaald en we drukken deze eroverheen. Omdat deze maar drie keer op onze haaknaald zit, kunnen we deze er makkelijker overheen duwen. Nu hebben we dit. Pakken we nog een geel elastiekje. Die draaien we ook weer dubbel. Als een dubbel gevouwen elastiekje. Zetten we weer op onze einde van de haaknaald. En dan heb je dit. 1, 2. Weer een geel elastiekje. Draaien we een keer rond. Zet op het einde van onze haaknaald. En we drukken deze er weer overheen. Als het goed is, heb je nu een capband. 1, 2, 3 gele elastiekjes. Doen we er nog één bij. Draaien, ook deze draaien wij weer om. Als een dubbel gevouwen elastiekje. Zetten we op het einde van onze haaknaald. En dan heb je dit. Deze zetten we hier neer. We hebben hier één geel elastiekje en zetten we hier neer.
En dan heb je zo het armpje. Dat gaan we nog één keer doen. Zoals jullie zien heb ik er nog snel even één gemaakt. Die zetten we op deze neer. Deze. We halen, maken het lusje even groot. Trekken hem even aan. Over het pinnetje heen. En dan heb je dit. Twee armpjes. Nu gaan we elastiekjes voor de rest nog alleen nog maar plaatsen. Pakken één enkel zwart elastiekje. En die plaatsen we over de ogen heen. Zo. Nu pakken we een geel elastiekje. En die plaatsen wij hier. Pakken we nog een geel elastiekje. En die plaatsen wij als een soort driehoek ook hier. Als het goed is heb je nu hier één enkel geel elastiekje als een driehoek. Hier één enkel zwart elastiekje over de ogen heen. Hier als een driehoek één geel enkel elastiekje. Gaan we nu verder met de blauw. Voor de blauw pakken we ook weer één enkel elastiekje en die zetten we over de arm heen. Zo. Of nee? Ja, zo. En nu pakken we nog één blauw elastiekje en die zetten wij er precies onder. Als je het hier. Nu pakken we nog een blauw elastiekje. En die zetten we er ook weer onder. Ook weer als een driehoek. Nog een blauw elastiekje. En die zetten we er zo op. Nu pakken we nog twee blauwe elastiekjes. En we gaan dit dicht maken. We gaan van het middelste pinnetje hier naar dit pinnetje, waar de zwarte begint. Hier. Pakken we weer twee blauwe elastiekjes. We gaan vanaf hier naar hier. Nu gaan we alleen nog maar hier, hier en hier een capband plaatsen. We beginnen met zwart. Die zetten we hier neer. Doe zo 1. Hou hem even vast. 2. Hou je weer vast. Draai hem weer 3. Dan heb je 3 keer een capband geplaatst. Je kan het ook op een andere manier doen. Dan had je hem eerst 3 keer op je haaknaald. 1, 2, 3. En dan trek je hem even aan. Als je dit hebt, dan zet je hem zo op de andere been. Dus nu hier een capband en hier een capband. Nu pakken we een blauw elastiekje en die zet ik op de eerste manier, zoals ik hem op de eerste manier had laten zien, zet ik hem er even op. Dat ik dat een makkelijkere manier vind. Maar als jij dat niet vindt, dan moet je het maar even anders doen. Eerst drukken we het alles zo naar beneden, dat het niet elkaar overlapt, maar dat er nog wel ruimte is voor een capband met 3 ringetjes. 1. 2. 3. Heb je nu hier... Hier en hier een capband met 3 ringetjes. Kunnen we nu beginnen met haken. We beginnen hier. We drukken de capband naar achteren en pakken de onderste 2. Even de capband tegenhouden. En we plaatsen hem
terug naar zichzelf. Doen we ook aan de andere kant. Even de capband tegenhouden. En weer terug naar zichzelf. Gaan we hier ook gelijk verder. We gaan erin. Alles drukken we erachter. Pakken het elastiekje en plaatsen hem weer terug. Doen we ook aan deze kant. Alles naar achteren drukken. Voren. Plaatsen hem weer terug naar zichzelf. Nu gaan we naar dit pinnetje. We drukken de capband naar achteren. En we pakken het boven, we pakken de bovenste twee elastiekjes. Kunnen we net zo goed even naar de zijkant gaan. Pakken we de twee elastiekjes. Houden de capband even tegen. Die weer eens meegaat. Die houden we even vast. Zodat we hem zo meteen met onze... Het ging niet helemaal goed, dus ik heb het film heel even stopgezet. Maar we doen het gewoon even weer opnieuw. We drukken de capband naar achteren en houden hem dit keer goed tegen. Pakken de twee onderste, de twee bovenste elastiekjes. En doen we hem zo naar achter. Nu gaan we weer in de capband. Doen hem naar achter, pakken er weer twee bovenste elastiekjes. Maar omdat het schuin gaat, gaat dat om zo eens een beetje lastig. We gaan weer in de capband en we duwen hem weer naar achter. Pak de twee onderste elastiekjes en doen hem naar voren. We gaan gelijk weer in dit pinnetje en pakken de twee onderste elastiekjes en doen hem weer naar voren. En dan gaan we helemaal door tot aan dit pinnetje. Erin. Pak de twee elastiekjes. Zet hem op dit pinnetje. Dan gaan we in het pinnetje. Pak er weer twee elastiekjes. Gaan we naar voren. En als het goed is, ben je nu bij dit pinnetje. We hebben deze hele rij gehad. Nu gaan we naar deze rechterkant. We drukken alles naar achteren om de twee onderste te pakken. Even een beetje wiebelen. En doen hem naar het bovenste. Druk alles naar achteren. Pakken de twee onderste elastiekjes. En gaan naar voren. Achteren en weer naar voren. Totdat je bij het armpje aan bent gekomen. Dat is wat moeilijker omdat er wat meer elastiekjes op zitten. We drukken nu alles naar achteren en pakken de twee onderste blauwe elastiekjes. Dit staat best wel strak. En dan stoppen we daar. Nu gaan we naar de linkerkant. En we duwen alles naar achteren. Pakken de twee onderste blauwe elastiekjes. En gaan naar voren. Drukken we alles naar achteren. Pakken de twee onderste blauwe elastiekjes. Gaan weer naar voren. Gaan we hier weer in, pakken de twee onderste gele elastiekjes en doen hem weer naar voren. Hier gaan we er ook weer in en dit staat weer strak, dus we moeten goed opletten. Druk de gele elastiekjes naar achteren en pakken de twee onderste blauwe elastiekjes. Een beetje wiebelen en we zetten hem op het voorste pinnetje. Nu gaan we vanuit dit pinnetje... Gaan we naar die kant en naar voren. Als eerst gaan we schijnbaar naar voren.
Dus dan gaan we naar de linkerkant. Sorry. Pak mijn twee elastiekjes. Plaatsen hem hier. Gaan we erin. Dit is makkelijk, want het zijn nog maar twee elastiekjes die we moeten plaatsen. Zo. Nu gaan we vanaf hier naar voren. We gaan erin, pak de twee onderste elastiekjes en gaan naar voren. Over het oog heen. Even kijken dat je het oog een beetje naar in kan doen. Maar dat kunnen we later ook altijd nog veranderen. Corrigeren. Nu gaan we erin. Pakken de twee onderste elastiekjes. En gaan naar voren. Heb je nu vanaf hier helemaal tot het eind gehaakt. Nu gaan we aan de rechterkant ook naar hier haken. Dus vanaf hier naar hier en dan de bocht om. Druk alles naar achteren dat niet mee moet. En dan pakken we de twee onderste elastiekjes. Plaatsen hem zo. En nu gaan we de bocht om. Nu gaan we vanaf hier ook hierheen, rechtdoor en dan de bocht om. Druk alles naar achteren wat niet mee moet. Pak de twee onderste elastiekjes en plaatsen hem hier. Alles naar achteren. Pak de twee onderste elastiekjes. Gaan we hierheen. Druk alles naar achteren. Pak de twee elastiekjes. En plaatsen hier. Als het goed is, heb je nu dit. Nu gaan we, wij pakken in ieder geval een doorzichtig elastiekje. Die je dus ook niet zo goed kan zien. Maar jullie kunnen ook net zo goed een geel elastiekje gebruiken. Wij gebruiken in ieder geval een doorzichtig elastiekje. We gaan in met een haaknaald in het pinnetje. Drukken zeg maar alles naar achteren. En pakken dan het elastiekje. Het einde van onze haaknaald. En trekken hem er doorheen. Zetten we het andere uiteinde op onze haaknaald. Nu het achterste deel van het elastiekje doen we over het andere deel heen. Dan trekken we hem aan. Zit er een knoopje in. Dan heb je als het goed is zo'n flubbertje aan het eind. Nu gaan we alles eraf halen. Zit daar ook al los. Even los. Hier los. Los. Nu het einde er goed en voorzichtig afhalen. Want daar zit natuurlijk ook dat flubbertje aan. Nou, het lijkt er echt nog totaal niet op. Maar je kan hem helemaal goed in model trekken. Ik denk dat ik aan deze kant mijn oogjes wil. Dus die duw ik door deze twee elastiekjes heen. Helemaal uit kan krijgen. Dat hij hier. Ik ga even met mijn haaknaald door die elastiekjes heen. Zodat ik mooi kan aantrekken. Het witte elastiekje wil ik er nog even bij. Als dat niet meewerkt. En dan trek ik het even aan. Maak ik hem even mooi. Dan haal ik hem voorzichtig van mijn haaknaald af. Als het goed is, zit hij nu helemaal mooi. Beetje model, zo. Voetjes een beetje aantrekken, de beentjes bedoel ik. Armpjes. En dit flubbertje ga ik aan de achterkant verstoppen. Ga door
een deel heen. Maakt niet uit waar. Pak het flubbertje. Trek hem door. En omdat ik nog niet tevreden ben, ga ik hem ook nog op een andere kant. Er ook nog even een keertje doorheen. Pak weer het flubbertje beet. En trek ik hem aan. Hopelijk blijft hij daar zitten. Nu heb je dit. Nou, je kan hem nu zo laten. Maar omdat deze beestjes, of wezentjes, hebben hier zo'n ding. Dus die kan je er ook nog bij doen. Dat doe ik dit keer ook. Maar als je dat niet wilt, kan je het ook gewoon zo laten. Zo vind ik hem ook heel erg leuk. Pakken we 2 zwarte elastiekjes. En dan gaan we aan de achterkant. Zoeken we even het midden een beetje op, zeg maar. Waar ook die ogen zitten, hier. Zie je ook dat zwarte van die ogen. Pak je die 2 elastiekjes. En die trek je er doorheen. En dan zet je het andere uiteinde er ook op. Dan gaan we net als we net met dat flubbertje. Doen we de achterste 2 over de voorste. En dan trekken we hem aan. En dan krijg je dit. En nou, dat is het natuurlijk niet, want je ziet hier nog helemaal niks. Maar je kan hem nu zo doen. 2 kanten pakken. Even uitrekt uit elkaar. Over het hoofdje heen doen. En hier zo plaatsen. Ik zie dat het flubbertje ook alweer terug is. Nou, vind ik niet zo aardig van hem. Zet hem het zo. En dan heb je je minion. Dit was dus mijn eerste filmpje. Ik hoop dat jullie het goed vonden. Het kan zijn dat hij soms niet helemaal goed in beeld was. Maar vergeef mij dat, want het is mijn eerste filmpje. En ik ben ook geen perfect mens. Dus ik doe ook niet alles in één keer goed. Dus, maar ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dat jullie het ook zelf zullen maken. Want het is een heel leuk wezentje voor je. Als je een broertje hebt of voor jezelf. Als je fan bent van de films. Maar bedankt voor het kijken en tot ziens.